Sint-Anna-Gilde bestaat 400 jaar, tenminste, zover men terug kan kijken. Nou ben ik wel heel erg benieuwd, hoe hebben jullie nou die geschiedenis inderdaad terug kunnen zien? Nou, wij hebben daar al heel lang naar gezocht. Ik weet niet of je weet, maar wij hebben een archief, daar sla je van achterover. Wij hebben ook teruggevonden dat we de eerste keer vernoemd worden in een bisschop Suys die op een gegeven ogenblik Nuenen bezoekt. Die heeft het over een broederschap in Nuenen, dat zijn wij waarschijnlijk geweest, 1585. Nou, wij zijn niet zo brutaal om te zeggen, dat is onze oprichtingsdatum. Wij weten wel dat we in 1609 van jonker Floris van Eyck, die over een paar dagen 400 jaar geleden overleden is hier in Nuenen, als heer van Nuenen ons een schildje heeft gegeven. En dat schildje heeft hij gegeven in 1609. Dus dat vinden wij een eikdatum. Wij willen ons graag bewijzen. Op die datum weten wij zeker dat wij er waren in Nuenen. U bent voorzitter van de jubileumcommissie. Kunt u eens vertellen wie of wat de jubileumcommissie is? Nou, in het gilde hebben we heel veel commissies, maar zo'n feest moet natuurlijk georganiseerd worden. En dan heb je een groepje mensen nodig die tijd hebben en zin om het te doen. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Ik denk anderhalf jaar echt bezig geweest. Hè? Voorbereiden, plannetjes maken en dan de taken verdelen. Met name bijvoorbeeld wie gaat naar de sponsors toe. Hè? Want dat is belangrijk, zo'n feest kost ontzettend veel geld. Denk maar aan al die mooie prijzen. Maar daarnaast moet er ook heel veel gebeuren op het gebied van publiciteit. Foldertjes maken, er moet wat op de scholen opgehangen worden. Dit, hè, waar we hier staan en dat soort dingen meer. Dus er is veel te doen. Maar kijk eens hier rond. Er zijn mensen die hebben bijvoorbeeld letterlijk weken gewerkt om het veld in orde te krijgen. Die containers te schilderen, bomen weg te halen die niet mochten staan. En ga zo maar door. Dus ja, het is een gigantisch werk van heel veel mensen. Een enorm werk dus. Wat is er nou zoal georganiseerd dit weekend? Dit weekend is in eerste instantie natuurlijk op de zaterdagmiddag een kindermiddag geweest. Die mochten trommeltjes maken, vendels maken, sjerpen maken, insignes maken en dat soort dingen meer. Dat hebben ze met een kind of 45, 50 gedaan gisteren. Nou, die dingen die mochten ze meedragen in een optocht aan het eind van de middag. Kleur hier, doe die hier. Een vaandel maken. Met een hele grote dino erop, zie ik dat? Nee, een haai. Een haai. Daarnaast is er gisteren nog schieten geweest voor ouderen met de luchtbux. Dat schieten er was daar en we hebben de ouderen meegedaan en een prijsje beschikbaar gesteld. Maar de kinderen die wilden ook schieten, dus die hebben ook laten schieten met die luchtbux onder begeleiding. Ja, en dat is dan ook leuk. Hè? Zo win je de nieuwe gildebroedertjes. En waar schiet je dan op? Ook van die plaatjes. Oh, toch niet op de konijnen die rondlopen? Nee. Okay. Hoe heet jij? Annemarie. En wat gaat het worden? Ja, ik hoop toch in de roos. Ja. Ja. Ja, die zit wel zwart. Nou hebben we vandaag, we hebben net de vernieuwing van de Eed van Trouw en de opmars gezien. Zijn dat dingen die te maken hebben met het jubileum of is dat iets wat altijd plaatsvindt? Nee, dat is altijd. Hè? Dus bij elk gildefeest zou je kunnen zeggen, dan is er een hernieuwing van Eed van Trouw aan het kerkelijk en aan het wereldlijk gezag. En die zie je ook separaat gebeuren in de kerk of voor de kerk en hier op het veld. Dat is altijd bij een striksdag of een kringdag enzovoort. Dat hoort erbij. Nou is het 400 jaar Sint-Anna-Gilde. Wat is de toekomst voor gildes? U had het net al over de kinderen met de trommeltjes, maar ik ben zo benieuwd. Wat denkt u over de toekomst? Nou, de toekomst, dat heeft natuurlijk niet te maken met schieten en zo. Hè? Dat soort dingen. Dat is leuk, dat hoort erbij. Trommeltjes horen erbij. Al die, laten we zeggen, klassieke dingen horen, historische dingen horen erbij. Maar er is een soort eeuwigheidswaarde, zou je kunnen zeggen. Dat is die broederschap. Hè? Met elkaar dingen doen. Maar ook in geval van ja, mensen die het moeilijk hebben, ziek zijn, die helpen. Dat doen we ook. En dan met name de gildebroeders. Maar als nodig is ook anderen. Wij doen met andere gilden, want we zijn beslist niet alleen erin. Dat wil ik met nadruk zeggen. Bijvoorbeeld iets voor de Poolse kinderen, om wat te noemen. En ook andere festiviteiten hebben we dit jaar gedaan. Hè? Paaseieren zoeken, hè? Voor de gemeenschap. Ja, kom maar en we doen het. Kost niks. Dus het is elkaar helpen en met elkaar iets doen. En dat verdedigen, dat schieten enzovoort enzovoort. Ik wil hier toch nog zeggen dat ik heb wel eens wat barinerend gezegd. Tegenwoordig lijkt het wel of we Zwarte Pieten zijn af en toe. Hè? Dat is bekend denk ik inmiddels. Nou ja, dat is natuurlijk als een geintje geboren. Dat is niks serieus. Ja, toch wil ik graag dat u daar eventjes nader toelicht voor de kijkers. Nou, dat wil ik wel. Kijk, op een gegeven moment heb je een interview zoals nu. En dan maak je een paar grapjes. Hè?
dan denk je niet aan een gilde, maar dan kijk je in zijn algemeenheid. Ik denk bijvoorbeeld aan de gilde afgelopen weekend in België. Daar zie je de meest fantastische gilden lopen. En inderdaad, er lopen gilden bij die lopen in een lange mantel. Hè? Dat lijkt wel op een soort toga, maar er lopen er ook bij, dat lijken wel zwarte pieten om het zo maar te zeggen. Nou, wij hebben voor iets anders gekozen, maar dat gaat in de eeuwen veranderen. Het ene gilde houdt vast aan het verleden. Het zijn geen zwarte pieten, want het lijkt er niet op. Hè? En de anderen die hebben al drie keer van pak veranderd. Nou, wij staan in een heel duf pak. Maar wij worden wel eens zwarte piet of taxichauffeur. Of gilde, of laten we zeggen, jood genoemd. Hè? Dat hebben we in de. Of schoorsteenveger. En wij hebben er iets leuks van gemaakt in, het, in de carnavalsoptocht. En zo moet je het zien.
Nou, over dat schildje, want jullie kreet is waard om benijd. Wat betekent dat nou? Nou, waard om benijd is natuurlijk heel oud-Nederlands. We bestaan 400 jaar. Dat zou je eigenlijk heden ten dagen kunnen omschrijven als misgun mij deze waardigheid niet. Daar zijn twee vragen bij te stellen. De eerste, wordt met die tekst bedoeld, misgun mij deze waardigheid niet om gildeboerder te zijn? Of is het zo geweest dat jonker Floris van Eyck ons dat schild heeft gegeven en als het ware van zichzelf heeft gezegd, misgun mij de waardigheid niet om jullie een schild te geven. Dat zijn de twee mogelijkheden die uit. Maar wij houden het maar bij, misgun mij de waardigheid niet om gildeboerder te mogen zijn. Ja, want dat wou ik net vragen. Want wat betekent het nou eigenlijk daadwerkelijk voor jullie? Nou, voor ons betekent natuurlijk dat wij dat heel erg goed opvolgen. Wij vinden dat wij waardig zijn om gildeboerder te zijn. Daar schiet je dus niet zo heel veel mee op. Dat moet je ook uitdragen. Wij proberen dat op allerlei manieren. Het gaat niet meer zoals het vroeger was, wat meer in die kleine sociale gemeenschap. Maar toch proberen wij door, ook in die Nunense gemeenschap, bij feesten en ook bij verdriet, bij begrafenissen aanwezig te zijn. Om te laten zien dat wij er zijn. Bij de voedselbank mee voeten op daar. De Poolse kinderen komen hier één keer per jaar spelen. Dat zijn dingen waarmee je op dit moment, ja, die sociale habitus die je toch in je voelt en hebt, om daar iets mee te kunnen doen. Ja, maar nou schreef u in het programmaboekje, bij het 500-jarig bestaan zullen wij er niet meer zijn. Hoe ziet u de toekomst van de gilde? Ja, het liefste zou ik er natuurlijk nog zijn, hè, bij de 500-jarig bestaan. We weten allemaal als we reëel zijn dat dat niet is. Wij als gildenbroeders willen gewoon op dit moment hetzelfde doen wat ook die andere gildenbroeders 400 jaar voor ons gedaan hebben. Erop uit zijn dat het gilde blijft bestaan, het Sint-Anna-gilde in Nuenen. Daarom zijn wij heel erg blij de laatste jaren. Het blijft meestal toch, zo is dat nou eenmaal bij gilde, een beetje in de familie. Maar kleinkinderen van mij zijn er weer bij. We proberen die mannetjes er toch bij te betrekken. En we hopen dat daar gildebroeders uitkomen die, ja, straks van ons weer overnemen. Om te zorgen dat er inderdaad over 100 jaar, zou het hier op dit gildetrein kunnen zijn. Kijken we van boven samen een keer naar beneden. En dan zeggen we hadden het aan het juiste eind. We hebben die 100 jaar weer volgehouden. Nou, u bent kringvoorzitter. Voorzitter van de kring. 52 gildes, daar mag ik voorzitter van ben. In Brabant zijn we met 6 kringen en wij zijn daar de grootste in. En we hebben dat, omdat we zo groot zijn, ook onderverdeeld in 5 districten. Waarvan André Bemerman straks, die de opening deed, een van de districtvoorzitters was. Ja, want daar vraag ik me toch wel af. Want wat is het nou zo dat de kring in Brabant dan zo groot is? De kring in Brabant is groot omdat wij van oudsher De enige provincie zijn eigenlijk waar de gilden, die we in de huidige vorm kennen, dus naast de schutterijen, als bescherming vroeger van de eigen gemeenschap, overgehouden hebben. Er zijn misschien in het verleden wel 400 tot 500 gildes geweest, want elk gehucht had zijn eigen gilde. Maar er zijn er in Brabant nog 203 over. Dus we hebben, als je dan kijkt, 52 horen bij onze kring, dat ik met vol trots daar ook voorzitter wil. En wat is nou de taak van een kring? Want de kring is eigenlijk een taak, niks anders als een bindende factor van het geheel. Dat we in groepsverband activiteiten kunnen organiseren. En dat met name na zulke dagen als die vandaag is, op kleine niveau de strikdagen. En op grote niveau de gildedagen. Eén keer per jaar hebben we een grote gildedag met 52 gildes. En men is daar verplicht als vereniging om daar mee te doen. En daarnaast hebben we dus op diezelfde dagen wedstrijden in schieten, trommen, bazuinblazen. Alles wat u vandaag ook allemaal ziet, maar dan vandaag is de kleine vorm.